En in de jaren voor New Wave... Ik heb veel interviews van Kees gecheckt. Ja, het is een hele harde business geweest voor muziek in zijn algemeenheid in de jaren daarvoor. Wat ik daarmee wil zeggen is... Ik denk dat Kees een soort opvoeding heeft gehad als muzieklabel zijnde. Want ik denk dat die liefhebber... Als eerste is geweest. Mm -hmm. En dat hij op een gegeven moment ...door dat muziek zo wegzakte, want hij had, bijvoorbeeld extens, had hij een grote hit, ook gewoon pap gemaakt. Maar gewoon in de jaren daarna, iedereen. Wij, downlo wij downloaden allemaal muziek van Pirate Bay. Of van andere sites. Gewoon illegaal. Wij, wij betaalden niet op iTunes. We Lime gingen niet Wire. naar Linewire, we gingen niet naar Free Record Shop. Oh, ik ga de nieuwe cd van uh, De Opposites halen. Of ik ga de nieuwe cd van uh, weet ik voor wie halen. Van, uh, noemen ze artiesten uh, uit die tijd. Jeugd van, Jeugd van tegenwoordig of zo. Snap je? Streaming is pas allemaal daarna gekomen. Muziek zat in een diep zwart gat in die tijden. Voor iedereen, niet alleen topnotch. Yeah. Vroeger had je vier majors. EMI was er één van. Je hebt nu Sony, Warner, Universal. Maar je had EMI vroeg. EMI is gewoon failliet gegaan. Gewoon nee. poef. Door die crisis waren ze gewoon weg. Alle labels leden eraan. En dan hoeven we het niet eens over Nederlandse muziek te hebben. Wat gewoon best wel. Nederlandse hip-hop Wat niet yeah. eens mainstream was, maar wel super niche. Ik denk dat hij heel veel. Hij heeft heel veel projecten gewoon gedaan, Kees. Waarvan hij gewoon wist van ja, dit gaat geen geld opleveren, maar fuck it. Ja, ik, ik, ga, ik ga tekenen en ik geloof in. En om enigszins om zijn hoofd boven water te houden. heeft hij deze. Uh, heeft hij deze. ja, nu op dit moment slechte deals getekend. Want vroeger had je ook veel aan een label. Je CD's lagen in bij de distributiewinkels, bij de uh, Free Record Show, bij al die dingen. Je promo werd, zeg maar. Weet je, je had geen social media account. in die tijd waar je muziek actief op kon, op kon promoten. Hij komt echt van dat, zeg maar. Mm. Snap je? En nu als artiest. Je yep. hebt hoe vaak hebben deze hier deze wel niet gehad? Je hebt eigenlijk geen label nodig, ja. Op een gegeven moment als je zo groot bent, je drop die tune. Iedereen, maar vroeger was dat heel anders, weet je. En, 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 en uh, daar komt die 8%, denk ik, vandaan mm -hmm. om zeg maar zo'n laag mogelijk risico voor maar, zijn bedrijf. Maar denk je dan niet dat na oké, okay, de 8% is Gebeurd. Ik, ik heb nu even en de, daarna, de, de pet ja, ja, vanuit ja, keizer perspectief. Dus nee, ik zeg niet wie goed of fout. Ja, nee, nee, dat weet ik, maar we moeten beide kanten belichten. Ja, ja absoluut. absoluut. Oké, okay, maar dan waarom denk, of ja, niet jij kan dat beslissen, maar waarom denk je dan niet dat, dat ze uiteindelijk niet dachten van, oké, okay, we hebben nu al wat money teruggehaald, iets als Remy komt eraan. Nee, voor de, de route naar Remy werd Ronnie steeds groter en groter ja. en groter. Op een gegeven moment kon je ook zeggen, hé, hey, we breken het contract open, we gaan van. 8% naar ik zeg maar wat 30. Waarom denk je dat dat dan niet is gebeurd? Dat is een hele goede vraag. Want dat is precies wat we in onze groep zijn. zijn. Ja. Van, yo, waarom... ja. Ja, het, is het meest logische zou zijn, en ik maak er dan een vergelijking met voetbal. Als een speler goed speelt, breek en, uh, dan, dan breek je zijn contract open. laten we nog langer samenwerken. En laten we dan de, de deal aanpassen. Alleen in muziek ja. wordt er echt afgewacht. Tot je laatste album uit is. En dan ontstaat er een nieuwe situatie. Alleen volgens mij had Ronnie. En dat is ook het kutten aan zo'n contract. En dat is fucked up. Volgens mij had hij echt voor vier albums getekend of zo. Mm. Ja. Um, en, en volgens mij bepaalde topnotch ook wanneer die albums uitkwamen. Dus je kon niet zeggen: Oké, okay, cool. Dan ga ik binnen nu in drie maanden drie albums erop en dan ben ik van jullie af. Nee, ja. topnotch bepaalde wanneer het uitkwam. Dus die hebben die hype zo lang mogelijk gerekt. Om zoveel mogelijk geld te innen. Denk mm. ik. En dat, dat vind ik dus ook een beetje het, het jammer aan het verhaal, want aan de ene kant is het ook gewoon business is business, hè? En ik heb bijvoorbeeld Ronnie ook volgens mij een een thread zien plaatsen, en dat ging er een beetje over van waarom zou je dat als mens ja. überhaupt no, no, doen? No, 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 no. Wat doe je volgens mij, dingen. Wat zei ik? We gaan die dingen precies lezen? Zeg Oké. Okay. Ja, heb je het idee? Ja. Iedereen is like, waarom ben je zo dom en tekende je ook zo deal? Waarom heeft niemand het over degene die zo'n deal opzet en daadwerkelijk toepast op een medemens? Like, niet iedereen heeft een oom of tante die je kan helpen en zo. Ik ben gewoon een self-made guy rechtstreeks vanuit het buurthuis gekomen. Juist. En ja. dan praten we een beetje over moreel, toch? Is ja. het moreel verantwoord om zoiets te doen? En ja, had Kees in die tijd niet moeten zeggen, neem een manager. Denk Misschien niet, dus hij heeft hij het met management ja. getekend, dat, dat weten we niet. Maar ja. hij, volgens mij in 2012 heeft hij getekend, Remi kwam in 2017, nieuw was in 2015. Ja. En zeg maar, vanaf nieuw ging het echt stijgen, stijgen. En ik denk, ja, een bedrijf of zo'n business hoeft niet Nu is dat trouwens anders, hè? want nu ja. zeggen ze volgens mij ook echt in het contract van, hé, hey, laat na, dit lezen. Al van afgelopen Precies. jaren. ja. Laat dit lezen door een jurist. En daarom ben ik zo blij dat Ronnie dit soort dingen op tafel gooit, want dat zorgt weer voor nieuwe inzichten voor... De volgende generaties die komen. En dit is ook niet nieuw of zo, zeg maar. De, de Campi's hebben het hier ook over gehad. Ja. Snap je? Weet je, Top Notch is, in, is heel lang bedrijf-wise, als je ziet wat er allemaal gebeurd is. en administratief best wel puin op geweest. Dat hele publishing-verhaal van Campy is ook schandalig als je erop nee. drukt. Maar ik denk. Ik, ja. Het, is, het, is, het is, uh, dat, dat, dat is gewoon niet goed gedaan. En, en me, mensen lopen gewoon met littekens richting topnotch. Wat uiteindelijk, hoe we het went of keert. Ze hebben wel gewoon, weet je, as a whole... Waar, het ding waar wij zo van houden, naar een, groter, naar een hoog, ja. grotere hoogtes uh, gebracht. Waar wij misschien met z'n drieën, ook met Convo en whatever we allemaal doen, ook, ook wel... Baten aan. Ja man, ook fruit van, uh, 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 hebben geplukt. Alleen, er is gewoon... Ik denk dat het gewoon ook als je die organisatie bijvoorbeeld Farid werd geneemd erop, maar ook gewoon die top er waren gewoon allemaal het was er gewoon maar, hij gaat het erbij pakken. Ja, maar gaat het is erbij. wel vaak zo, het is wel vaak zo dat, dat, dat is ook weer een punt dat belicht moet worden. Dat op het moment van tekenen klopt het contract vaak wel. En dan heb ik het niet over, de, over even niet over de kleine lettertjes, ja. maar even over puur percentage, want sowieso ja. in een contract, een contract staat zo moeilijk geschreven dat ja. je Dingen sowieso niet zien. Dus dat is sowieso weer aan de val. Maar over de percentage, bijvoorbeeld de 8%. Ik weet niet of dat specifiek in Ronnie's geval zo was. Maar 10% van de show. Precies, want dat deden ze ook vooral eerst. Ik weet niet of ze dat nu nog doen, maar ze deden om alles te kunnen recoupen. Deden ze inderdaad ook dat ze percentagebak. teruggeven. Recoupen, recoupen, sorry, is als om het geld wat in jou geïnvesteerd is in om te om lopen. Dat